8000 eenden vergast. Geen vogelgriep. Toch zijn alle dieren op een bedrijf in Barneveld vandaag geruimd. Dat is niet te begrijpen. Dat hakt er enorm in. Goedenavond. En verder een drukke dag voor Sinterklaas. In Aalten met een opvallende Piet erbij. Piet die gewoon zwart wordt van de schoorsteen. En zo heb ik het nou gezien. En ik vind dat ze dat goed aangepakt hebben op deze manier. En Culemborg is eruit. Er is een collegeakkoord. Nu nog op zoek naar de juiste wethouders. Waarschijnlijk is er helemaal niets aan de hand. Toch zijn vandaag alle eenden op een bedrijf in Barneveld geruimd. Preventief, om zeker te zijn dat de besmettelijke vogelgriep geen kans krijgt in het hart van de Nederlandse pluimvee-industrie. De maatregel is nodig omdat een vrachtwagen van een pluimveehouder in het Overijsselse Kamperveen, waar de vogelgriep is aangetroffen, naar de eendenhouderij in Barneveld is gereden. In Barneveld, daar is onze verslaggever Reinier Vermeer. Reinier, wat heb je daar vandaag allemaal gezien? Eigenlijk sinds het begin van de middag zie je heel veel activiteit van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Rond een uurtje of één kwamen de eerste busjes met personeelsleden hier naartoe. En vervolgens zie je ook de bussen of de vrachtwagens met het gas en de vrachtwagen om de dode dieren af te voeren. Moet je bedenken, het is een preventieve maatregel, maar het is ook genomen omdat het risico heel groot is in deze regio. In alleen al de gemeente Barneveld heb je 200 pluimveebedrijven, zo'n 3,2 miljoen kippen. En dat verklaart ook wel waarom de schrik er hier goed in zit. En ook de burgemeester erkent dat pluimveehouders toch geschrokken zijn door alle ontwikkelingen. U heeft contact gehad met de eigenaar van het bedrijf dat vandaag geruimd gaat worden. Ja. Hoe heeft hij gereageerd op het nieuws? Ik heb vanochtend contact gehad met ze en zij is begrip. Er is heel veel begrip ook voor het feit dat het hier om een preventieve ruiming gaat. Dat is in het belang van de sector. En men waardeert ook het optreden van het ministerie en de Voedsel- en Warenautoriteit. Dat men zo daadkrachtig optreedt, dat men geen risico's neemt. En meteen zegt van, we gaan naar Barneveld, we laten er geen gras over groeien. We gaan het ook niet na het weekend ruimen, maar we doen het nog voor de zondag hier. Zaterdag komen we om te ruimen. In Barneveld gaat het dus waarschijnlijk niet om een besmetting van vogelgriep, maar puur om een preventieve ruiming, juist omdat het risico zo groot is. Net over de grens in het Overijsselse Kamperveen is vogelgriep aangetroffen op 3 bedrijven. Die bedrijven worden geruimd. In een cirkel van 10 kilometer daaromheen liggen ook 23 Gelderse bedrijven. Zij wachten in spanning af op de uitslagen van de test. De nachtmerrie van iedere pluimveehouder werd werkelijkheid in het Overijsselse Kamperveen. Daar zijn 3 bedrijven geruimd. Na het vergassen en door vergassing doden van de dieren wat gisteravond al is gebeurd, gaan de mannen die biologisch veilig zijn gekleed, gaan de eenden rapen. Die gaan in een rendakcontainer. Die wordt ontsmet op dit moment. Die verzegelen wij en die gaat naar het destructiebedrijf in Somme. En daarna wordt de stal ontsmet door een gespecialiseerd bedrijf. Bij de gemeente Oldenbroek liggen de noodscenario's klaar. Als morgenochtend blijkt dat ook daar vogelgriep is, dan treedt dat in werking. De Oldenbroekers wachten met spanning de uitslag af. Het is sowieso een zorgelijke situatie, zeker omdat de laatste weken het dan hier en dan daar op popt. En het kan zomaar zich gaan voortdoen hier. Ja, dat was Oldenbroek. Reinier, jij bent vandaag in Barneveld. Hoe lang zijn ze daar vanavond nog bezig? Het is nog niet helemaal duidelijk. Het is lastig om in te schatten. Ze zijn nu nog steeds bezig op het bedrijventerrein. Ze willen het in ieder geval vanavond afronden. Omdat ja, hier ook in de regio de zondagsrust die wordt nog steeds in ere gehouden. Dus voor die tijd willen ze het allemaal afgerond hebben. Reinier Vermeer, dankjewel. Ja, en door ontwikkelingen rondom de vogelgriep in Nederland worden ook door de Verenigde Naties scherp in de gaten gehouden. Oud-CDA Tweede Kamerlid en voormalig dierenarts Henk-Jan Ormel uit Hengelo is de belangrijkste VN-adviseur als het gaat om dierziektes. Vandaag sprak hij in Den Haag op een NAVO-congres. Hij vindt dat de Nederlandse aanpak adequaat is. En dat komt vooral door de lessen van de vogelgriepuitbraak van 10 jaar geleden. Een verschil is dat
dat we in deze 10 jaar veel beter zijn gaan monitoren. Sneller zijn gaan kijken van, komt er zo'n virus voor? Dus we zijn er nu veel sneller bij. En dat is een voordeel ten opzichte van 2003. Als ik zie dat er nu gericht geruimd wordt en er wordt ook geruimd op bedrijven waar contactrisico's zijn. Dat is de ruiming in Barneveld. Daar is geen virus, daar is een contact geweest, daar is een vrachtauto geweest. Nou, dan denk ik dat er nu geruimd wordt met het chirurgische mes in plaats van met de bottenbijl. En als dierenarts geef ik de voorkeur aan het chirurgische mes. Ja, en tot zover de vogelgriep. Als er meer nieuws is, dan kunt u dat volgen bij ons op de site en de app. Het was vandaag een bijzonder drukke dag voor Sinterklaas. Hij deed meer dan 20 Gelderse plaatsen aan. In Aalten was op voorhand de nodige reuring, omdat er een witte piet zou zijn in het gevolg van Sinterklaas. De witte piet was er inderdaad, maar het leidde niet tot verdere discussies. De witte piet in Aalten bleek een leerlingpiet te zijn, die een schoorsteen inging en daar zwart van het roet weer uitkwam. Volgens de organisatie niet meer dan een manier om te laten zien dat iedereen zwarte piet kan worden. Ze balen van de onrust die het vooraf gaf. Het vergt een hoop energie waar je liever in het feest zelf steekt dan om dingen recht te breien en recht te praten. En ik denk dat het maar uiteindelijk een heel klein onderdeeltje is van onze eigen intocht. En dat het meer gaat dat kinderen zich vermaken en dat er wat gebeurt. De sfeer was goed in Aalten, maar het publiek bleef wel verdeeld over de aanwezigheid van een witte piet. Ik ken alleen zwarte pieten. Want u vond het niet nodig, een witte piet? Nee, ik heb al een witte piet. Ja, ik vind beide goed. Maakt mij niet uit. En de kinderen vinden het ook uitstekend. Gele piet, de paarse piet, maakt allemaal niks uit. Ja, maar ik vind het wel een mooi lesje weerdere opvoeding. Piet die gewoon zwart wordt van de schoorsteen. En zo heb ik het nou gezien. En ik vind dat ze dat goed aangepakt hebben op deze manier. De goedheiligman zelf was blij dat het bij één intocht is gebleven. En over de verdeeldheid die het gaf, was hij heel duidelijk. Het gaat allemaal nergens over. Ik vind het jammer uiteraard dat er dit soort gevoelens zijn. Maar wij gaan gewoon ons ouderwetse Aalterse Sinterklaasfeest vieren zoals we het altijd hebben gedaan. En dat is volgens mij goed gelukt. Schildert u volgend jaar het schoolgebouw van uw kind? Het kan zomaar gebeuren, want wie betaalt de schilder en de verf? Ik zou er ook heel veel moeite mee hebben om ouders kozijnen te laten verven in hun vrije tijd. 3 Achterhoekse kanshebbers waren er om verkozen te worden tot mooiste boerenerf van Gelderland. Toch ging de Veluwse hoeve de Vollenhof in Wezen per met de prijs vandoor. Als Gelders boerenerf van het jaar 2014, de hoeve op Vollenhof in Wezen. Ja, de winnaar werd aangewezen door een vakjury. Die koos voor de Vollenhof vanwege de combinatie van het authentieke boerenerf met een zorgboerderij en een bed and breakfast. Daarmee ging de prijs voorbij aan de Achterhoekse erven van het Harkel in Winterswijk, landgoed Epping in Aalten en boerderij De Kranenburg bij Vorden. De laatst genomineerde was boerderij Den Oude Dijk in Herwijnen. Ja, opluchting in Culemborg, want na 138 dagen onderhandelen heeft de stad weer een nieuw college van burgemeester en wethouders. Het nieuwe college wordt gevormd door VVD, D66, PvdA en GroenLinks. Het is een balans die we gevonden hebben en waar we alle vier heel erg blij mee zijn. Tegelijkertijd denk ik dat dat een breed draagvlak aan Culemborg geeft. En dat veel bewoners zich in dit akkoord moeten kunnen herkennen. De vorige coalitie in Culemborg viel al na 81 dagen. Aanleiding was een ruzie tussen het blok VVD, D66 met de ChristenUnie. De vraag is dus of de VVD er vertrouwen in heeft dat het nieuwe college nu wel kan standhouden. Ja, volmondig ja. Eind volgende week worden de nieuwe wethouders gepresenteerd. Normaal zien we burgemeester Bruls van Nijmegen alleen in pak. Maar vandaag had de burgervader een andere outfit aan. In spijkerbroek en vest kwam Bruls vanmorgen in actie om afval op te ruimen langs de Waal. Daarvoor kreeg hij een speciale gouden afvalknijper van de organisatie achter de Schone Waal Challenge. Na vandaag nemen de leden van de moskee in de Nijmeegse wijk Hezenveld het stokje en de gouden knijper over van de burgemeester. Zij gaan binnenkort aan de slag langs de Waal. In de toekomst moeten ook andere Nijmegenaren voor de challenge in actie komen. In veel plaatsen werd de Sint dus nog ingehaald vandaag. Ook in Dieren, en daar hebben ze een inmiddels bekende traditie tijdens de intocht.
de jaarlijkse speculaasactie. Maar dit jaar is er iets nieuws. Uitgestelde speculaas. De scouting in Dieren brengt tijdens de intocht ieder jaar dozen vol speculaas aan de man. Maar dit jaar staat de actie in het teken van het goede doel. Elk tweede pak speculaas dat je koopt is namelijk bestemd voor de voedselbankactie van Omroep Gelderland. Je koopt dan een zogeheten uitgestelde speculaas. Om gewoon mensen die dat gewoon niet kunnen betalen, om het ook gewoon handje te helpen. Dus Goeie actie. Ja, zeker wel. Hele goede actie, ja. Dus daarmee steunen we gelijk een goed doel vanuit de scouting. Eveline? Hallo papa. Hey. Ook Sinterklaas draagt het idee van de scouting een warm hart toe. Mensen die zich inzetten vrijwillig om zulke dingen te doen, dat moeten we van harte steunen. Pieter, heb je gehoord? Ja, en absoluut. Uiteindelijk is speculaas ook lekker. En de Pieter houden ervan, Sinterklaas en de kinderen natuurlijk ook. En dat laatste geldt zeker voor dit meisje. Ik zie dat je al lekker aan het genieten bent. Ja, ik vind het gewoon de speculaas gewoon heel erg lekker. Basisscholen zijn vanaf volgend jaar zelf verantwoordelijk voor de buitenkant van het schoolgebouw. Voorheen betaalde de gemeente dat onderhoud. Maar veel basisscholen hebben geen idee hoe ze dat moeten gaan financieren. Zo ook op basisschool Albrecht in Groesbeek. De overkoepelende organisatie van basisscholen daar kijkt met spanning naar de nieuwe regels. We staan hier voor de school en inderdaad dit kozijn hier, wat je hier ziet, deze ramen, dat is allemaal voor eigen onderhoud. En dat scherm dat er hangt, dat zal ook op enig moment door het schoolbestuur vervangen moeten worden. En aan die kant, daar zie je een heel mooi pannendak. En een pannendak is prachtig, is ook heel mooi, is ook heel rustiek, authentiek. Maar op het moment dat het vervangen moet worden, ja, dan kost het heel veel geld. En het is maar de vraag of basisscholen dat geld kunnen ophoesten. Het is een uitdaging, ja. Want niet de gemeente, maar de basisschool zelf is vanaf volgend jaar verantwoordelijk voor de buitenkant van het schoolgebouw. Scholen krijgen daarvoor een vast bedrag per vierkante meter school. Maar uit onderzoek blijkt dat de onderhoudskosten per vierkante meter een stuk hoger liggen. En daardoor zouden basisscholen er gemiddeld 10.000 euro per jaar bij inschieten. Ja, wat ik om me heen hoor, zijn er bestuurders die toch wel ernstige zorgen hebben over hoe dat nu verder moet. Ja. Als je over 2 jaar een dak van 250.000 euro moet vervangen, ja, dan moet je het geld wel op de rekening hebben staan. Het dak moet gedicht worden. Met welk geld? Ja, nu komt een beetje de dubbele, want dadelijk moeten we geld in stenen of in daken of waar dan ook in stoppen. Dat in het verleden gewoon gereserveerd is voor onderwijs. Volgens de overkoepelende organisatie van basisscholen hebben veel gemeenten wel geld gereserveerd voor onderhoud, maar dat nooit uitgegeven. Ik hoor om me heen dat er gemeenten zijn die schoolbesturen een bruidschat meegeven, om maar zo te zeggen. Deze gemeente is dat niet van plan om te doen. Toch zijn er ook voordelen aan de nieuwe regeling. Je bent vrijer in de keuzes van moet je nu iets in het onderhoud doen of stel je dat 2 jaar uit. Je bent ook vrijer in de keuze om het bijvoorbeeld 2 jaar eerder te doen. Ik zie dat hier ouders helpen. Ja. Is dat nog een idee, die de kozijnen laten verven? Nee. Ik vind de betrokkenheid van ouders, die moet er zijn. Maar ik zou er ook heel veel moeite mee hebben om ouders kozijnen te laten verven in hun vrije tijd. En dan nog het weer, vandaag met Margot Ribberink. Een prachtige dag voor de jaarlijkse slipjacht in Winterswijk met 60 ruiters en amazones en 30 honden. Opmerkelijk zacht was het ook met temperaturen van 11, 12 graden. Normaal wordt het op 22 november 7 of 8 graden. En die warme lucht is helemaal afkomstig uit Spanje. Daar werd het vandaag 25 graden in de buurt van Sevilla. En die lucht is via Frankrijk achter deze bewolking naar ons land toegezogen. Ook morgen is het heel zacht. Misschien wordt het zelfs nog wat zachter dan vandaag, 14 graden. Maar we krijgen wel bewolking. Bewolking lag hier vandaag al boven de Britse eilanden, schuift dichterbij. En in de loop van de middag en vooral in de namiddag, avond en nacht naar zondag, dan kan er ook een beetje regen vallen. Vandaag prachtig weer, want de zon die kwam er ook bij. Ook vanavond hebben we nog met opklaring te maken. Vannacht krijgen we dan met wat wolkenvelden te maken. Lokaal kan er al een spatje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. En daarbij is het zeer zacht met 7 graden. Morgen dus meer bewolking dan vandaag, maar de beste papieren zijn bestemd voor de Achterhoek. Daar schijnt morgenochtend nog wel de zon. Elders bewolking die 's middags dikker wordt in de loop van de middag. En vooral in de avond en nacht naar zondag. Dan kan er ook wat regen vallen in Gelderland. Maar daarvoor zitten we in de
zachte lucht, aangevoerd met een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Temperaturen gaan in de zon in de Achterhoek omhoog naar 14 graden. In het westen en noordwesten wordt het 12 graden. Nou, maandag is de regen voorbij, de zon schijnt en het wordt 11 graden. Daarna duiken we de mist in en krijgen we even een koude nacht naar dinsdag toe. En daarna is het weer zacht met 8 tot 10 graden, maar helaas wel bewolkt. En dit was Gelderland Vandaag, met daarin geen vogelgriep, toch wordt een heel Gelders bedrijf geruimd. In Barneveld zijn duizenden eenden preventief vergast. Als er meer nieuws is over de vogelgriep, dan vindt u dat bij ons op de site of installeer onze app op bijvoorbeeld uw telefoon. Nog een fijne avond.